Dus sojasaus was voor mij de eerste keer dat ik echt dacht van... Huh! Gewoon tongformaat gewoon. Sushi Mukbang, de allereerste op mijn kanaal. En ik doe het met iemand anders. En dat is met... Moet ik mijn naam zeggen? Ja. Vind ik altijd leuker. Yes! Yes. We zitten klaar. Eet smakelijk, schat. Bon appétit, baby. Yes. Nou. 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 Gewoon eten! Eten! Ik heb echt een leuk slipje. Dit keer mijn allereerste sushi mukbang samen met Rozan. Hi! Ik heb super veel honger, dus we gaan echt heel snel beginnen. We hebben alles voor ons uitgesteld. We hebben het gehaald bij Sushi Today. En het ziet er echt super lekker uit. Dus daar gaan we! Ik ga even gaan! Ze heeft zo'n honger. Ik zag net een moestenbeeuw in. Ja. Stokjes! Nee, soja. Die ben ik heel slecht. Daar heb je al gedaan. Ik heb al. Ik was er wel iets van. Gaat wel fout? Ja. Oké. Okay. Ik moet heel erg wennen aan stokjes. Sowieso. Ja, dus van die... ik kan dat niet. Toch? Ja, ook dat. Maar je kan dat dus ook met een elastiekje doen. Ik begin sowieso eerst met deze. Met parmezaan. Oeh. Kip en nog iets. Chicken. Heb jij die vragen trouwens? Is dat op jouw telefoon? Op mijne? Ik heb gestuurd naar jou. Notities. Oh. Oh, jij bent zo goed. Regelt ze allemaal even hoor. Mm-hmm. Sushi halen, anders kijk, dan kun je zo. Ik heb dat een keer gezien, dit is echt een kindersysteem. Dit is wel echt super lekker. Dit is de eerste keer dat ik sushi super lekker noem. Het werkt gewoon niet, ik weet ook niet hoe het moet. Maar... Waarom ken je dit niet? Ah, jij krijgt... Ze blijft er wel aan elkaar zitten. Waarom is gember van die grote plakker? Het is net zalm. Je wil eigenlijk zo aan beginnen, maar je weet dat het gember is, dus het is gewoon lekker. Oké, dit is altijd zo oncharmant van sushi eten. Ja, dit vind ik ook. Niet van jou, maar het is een romp. Ik heb echt een heel klein romp. Ja, maar het probleem is dat deze dus nog groter is. Dit is helemaal zo hangen. Dit is gewoon tongformaat gewoon. Ja. Ja. Dit is trouwens gewoon rijst met geflambeerde zalm en mayo. En geen idee wat het rode prutjes. Hier heb ik altijd zoveel moeite mee. Rachel, keep it together. Hij stort helemaal in elkaar. Hij stort helemaal in elkaar. Wil je even een iets hebben? Mm. Oh, het gaat me lukken. Het gaat me lukken. Ben je ooit zo dronken geweest dat je niet meer wist wat je hebt gedaan? Ik heb dat nog nooit gehad. Ik ook niet. Echt nog nooit. En als mensen dat zeggen, dan geloof ik het ook altijd soort ergens niet. Sowieso ben ik één keer een beetje dronken geweest. Maar dat was puur omdat ik... Op een verjaardag, dat is ook nog het erge. Als ik ga drinken, moet ik eigenlijk gewoon niet zitten. Want als ik dan nog eens ga staan, dan is het gewoon bam. En dan is het gewoon dat ik denk, dan komt hij binnen. Haal me weg hier. Neem een lekker vaasje, kijk. Ik vind dit een beetje raar. Ik vind het wel lekker. Ik heb gemengde gevoelens. Er zit Parmezaanse kaas in en dat proef je echt heel erg. Gewoon een beetje overheersend. Ik hou er wel van. Maar ik heb ook niet veel nodig om aangeschoten te zijn. Ja, ik kan wel. Ik moet echt een ruime hoeveelheid nemen, wilde wat gebeuren bij mij. Maar ik ben op mijn 18e verjaardag ben ik heel erg dronken geworden met een vriendin Kip. Ja, ik was gewoon thuis. We hadden besloten te borrelen. De avond ervoor had ik een surprise party gehad. Ja, toen was Bacardi Ras net. En dat was echt zo ontzettend lekker met 7-Up. 7-Up en een vleugelgerust nog. Ja, echt, dat was super lekker. En we hadden allebei, nou ik denk allebei wel een flesje. En op nuchtere maag waren we gaan drinken. Met aan de zijde borrelnootjes. Het was niet echt een stevige maaltijd om lekker op te gaan drinken. Maar goed, leek een goed idee. Toen ben ik echt heel erg ziek geworden. En daarna heb ik nooit meer zover laten komen. Dus eigenlijk heb je gewoon één keer nodig dat je denkt van... Oké, dit doe ik echt nooit meer. En dan gaat het wel. Dit is echt krap. Of iets in die richting. Maar het is niet verkeerd. Maar het is... Je voelt iets hard achter de adem of zo. Of het zijn die balletjes erbovenop. Ik ben trouwens helemaal geen sushi eten. Maar ik en Rozan zaten net echt super lang net op de bank. Wat gaan we doen? Waar gaan we bestellen? Dus we hebben het bij Sushi Today gehaald. En op zich heb je daar wel heel veel keus. Maar ze hebben niet zoals gefrituurde invisringen of granalen die je kan afhalen. Misschien dat ze het wel daar hebben. Maar... Ik vind epifruit heel lekker, maar dat hebben ze dus niet. Dit vind ik ook altijd heel lekker. Maar ik vind zelfs nu die andere lekkerder dan deze. Want dit is gewoon... Zit er nou gegrilde kaas op? Ja. Gesmolten kaas en dan geflambeerde zalm.
Maar ik hou echt van kaas. Ik ben ook gek op brie of... Ik vind de combinatie van vis met kaas echt... Ja, maar je proeft die kaas dus niet eens overheersend of zo. Ik vind het echt wel zo tegenvallen. Charming! Ik had het allemaal in één keer in mijn mond. Mijn schermvergrendeling gaat de hele tijd uit. Dit is dus komkommer wat ik niet lust met roomkaas, maar ik wel lust. Heb je dit jaar wild geplast? Ja. Ik ook. Ik moet echt heel nodig. En als ik ook echt nodig moet... Oh, dit wordt ook wat. Moet je lekker wel toveren. Maar als ik wild moet plassen, of als ik moet plassen, dan ga ik ook gerust wild plassen. Dat interesseert me echt niet. Ik ben niet chill als iemand het ziet. Nee. Want ik zat op een verjaardag waar iemand niet thuis was. Ik moest heel nodig, dus ik als een hond op zoek in die parkeer. Als een hond op? Ja, ik voelde me ook echt een hond. Ik zat zo te zoeken naar een plek waar ik kon plassen. Maar langs de weg heb ik er minder moeite mee. Ik gewoon hopte, iedereen doet het. Waarom mag ik weet het wel? Je zit als vrouw zijn alleen genante. Ik wil eerlijk zeggen, ik ben er gewoon niet goed in. Ik doe het ook niet graag. Ik doe het ook nooit. Ik denk dat ik het echt afgelopen jaar, na een paar maanden geleden, was ik dus uit geweest. Ik had best wel veel gedronken. En ik was met Charmaine. Zij was terug aan het rijden en ik moest zo nodig plassen. En we waren vanuit Rotterdam naar Amersfoort en we moesten echt nog een uur of zo of anderhalf uur. Niet echt super lang. En ik trok het echt niet meer. Toen zijn we op een industrieterrein. Ben ik midden op de weg of zo. Heel gênant. Wij hebben natuurlijk ook wel eens van die aparte dorpse parties, zeg maar. En dan zijn die dicties echt gigantisch vies. Ja, dit is ook wel echt perfect om gewoon ondertussen het eten gewoon te bespreken, zulke dingen. Echt top. Maar goed, dan was het ook zo smerig. Dan ga ik ook echt, ik heb staande leren plassen op dat soort dingen. Je mag die wel eens voor mij proberen. Ik vind die echt niet lekker. Ja, daarom mag ik hem proberen. Ja, wel lekker. Ja, maar zo denk ik. Andere Roesan en ik zijn zo ook gewoon. Als je iets niet lekker probeert, probeer jij het dan. Okay, dus die weg. Dagboek bijgehouden. Heel lang. Ja? Echt heel lang. Maar ik ben altijd gek op van me afschrijven. Ik heb het echt heel lang gedaan. Ik heb het al heel lang gedaan. Echt jaren. Ja, ik had vroeger denk ik. Oh. Ja. Van Diddel. Ik had altijd alles van Diddel. Dat was echt een hele shit. Vol. Ja. Papiertjes die roken en snoep. Ja. Perfect. Ja. Mooie tijd. Nu heb je de zippers, flippers, spinners. We hadden gewoon diddelpapiertjes waar we gewoon ons hadden ruilen en naar markten gingen. Ja. Ruilmarkten. Ja. Ik had vroeger een vriendje op de basisschool. En ik op vier zat. En die kocht altijd diddelspullen voor mij. In de pauze. Want toen geeft hij geld van zijn moeder aan of die diddelspullen voor me komen. Goed vriendje. Wel. Dat waren het echt dus. Met een diddel. Die trouwens ook lekker. Ja. Dit deel ook niet. Nee, maar wel. Maar die vind jij ook niet lekker. Maar die vind ik juist wel lekker. Nou, als ik sushi eet, dan verwacht ik niet kaas aan te treffen in mijn... Ja, maar daarom ben ik juist gek op dit soort sushi. Omdat ik het niet gigantisch naar sushi vind smaken. Die crispies zijn altijd heel lekker. Ja. Deze is heel lekker. Er zit avocado bovenop. Hele dunne slices. Met ebifraai in het midden. Ik eet echt nooit thuis avocado. Ja, ik vind het niet zo lekker. Maar ik vind het door de rijst bijvoorbeeld heel lekker. En je kan heel lekker chocolademoes mee maken. Gezonde chocolademoes. En het ziet er altijd nog wel goed uit ook. Ik moet er echt aan wennen. De eerste keer sojasaus. Ik ben ook niet echt van... Als wij Chinees bestellen of zo, dan doe ik eigenlijk dat standaard rijst met kipstokjes. Weet je wel? Of nasi met kipstokjes. Ik ben eigenlijk helemaal niet van de uitprobeersels of zo. Oh, dat was heel veel. Bruine sausen. Bruine sausen? Ja, ik hou daar gewoon van. Ik hou gewoon van alioli, knoflooksaus en ook nog niet eens van mayo. Dus sojasaus was voor mij de eerste keer dat ik echt dacht van... Huh? Goed, dit moet ik zeggen, dat is beter dan wat ik de vorige keer in Vianen heb. Veel meer variatie. Als ze te weinig hebben... Echt jongen, mijn andere vrienden hebben zambier. Ik ben nog gek op zalm. Al dat zalm vind ik echt geweldig. Ik hoef deze echt niet meer. Nee? Die kaas erin? Vind ik echt zo vies. Ga je niet proeven? Oh. Oh. Maar gewoon een geitenkaas. Nee, met geitenkaas moet ik echt goed opzetten. Heb je nog een vraag? Niet te hachelen. Mevrouw Spuut. Oh ja, vraag. Nude of donkere lipstick? Sowieso nude. Nude. Ja. Ik heb echt altijd nude op. Kies jij maar wat. De engste horror of thriller film die ik ooit heb gezien. Ik ben niet van horror, ik ben meer van thriller dan horror. Want ik kan niet tegen bloed, benen afzagen en armen en alles. Ik ben echt een beetje creep. Ik heb nachten wakker gelegen van The Ring vroeger. En The Grudge. Dat vond ik vroeger echt verschrikkelijk films. Ja?
Ja, echt. Ik heb nachten met mijn lampje aangeslapen. Toen was ik 12. Het was net uit. Nou, ik heb zoals jullie weten, of tenminste, sommigen weten dat, heb ik een broer. Hij was iets ouder dan ik, dus hij mocht films kijken die voor mijn leeftijd eigenlijk, die voor zijn leeftijd al niet geschikt waren en al helemaal niet voor de mijne. En toen heeft hij een keer, beneden had mijn ouders per ongeluk een verkeerde film opgenomen. Mijn ouders waren dan nog niet wakker, dus wij mochten dan gewoon aanzetten en dan kon die film kijken. En toen hebben mijn ouders dus per ongeluk een keer de film Adrenaline opgenomen. En er was een van de gek die in een verlaten pand zat en... Ik denk als ik hem nu zou zien dat hij zo slecht is, dat je echt denkt van waar gaat het over? Dat maar, is ja, maar toen, ik denk dat ik een jaar of 9 was, ja, ik denk echt krassen in het tafelblad, jongens. Nachtmerries. En ik kan me dus gewoon nog heel goed herinneren dat hij voor een verlaten gebouw zit. En hij gaat ook mensen volgens mij uitmoorden in dat gebouw. Echt top. En It, de clown. Ik heb nog gezien, maar ik hou niet van clownen. Nou, ik heb jaren gedacht dat hij bij mijn vader op de slaapkamer was, zo'n... Fiede, dat hij daar verstopt zat. Ja, dat was echt heel sneu. Nou. Ik ga het zo lachen. Ja, nee, ik vond de ring heel, heel erg. Maar, en de crush ook, maar dat heeft typisch te maken met meisjes met lang zwart haar, witte jurkjes en die dan zo naar voren lopen. Al ben ik nuchter of dronken en je zet zo'n meisje in één keer voor mijn neus neer, ik denk dat ik echt gewoon spontaan iets aan mijn hart krijg. Ik denk dat ik echt in elkaar zou. En ik ben ook heel bang voor poppen. Ik ben zo bang voor poppen. Komt ook door Chucky, maar ook doordat ik vroeger een keer een nachtmerrie heb gehad. En dat al mijn poppen en knuffels die ik op mijn bureau had leggen, dat die allemaal tegen mij begonnen te praten. Dus vandaag geeft mijn moeder en vader mooi toch? Allemaal, oh, nee, ik kon echt janken. Ik moet zeggen dat ik al best vol ben. Ik ook wel, een beetje. Een beetje wel. Ik ben eigenlijk nooit bang voor poppen of zo. Ook, nee. Spinnen, poppen. Nee, ook niet. En clowns. Ik ben überhaupt niet zo heel bang aangelegd. Dus ik ben alleen wel, ik ben heel lang echt bang voor het donker geweest. Echt wel scheidertjes benauwd. Maar ja, nee, niet zo bang. Ik denk als je realistisch nadenkt, dan weet je wel wat echt waar je echt bang voor moet zijn. Dan. Ja, maar net zoals, weet je, ik ben heel bang voor spinnen. En dan zie ik bij iemand op zijn Instagram verhaal bijvoorbeeld van ik heb een heel groot spin gevangen. Of iemand had een foto online gezet, volgens mij was Charlotte. Die had een foto van een spin. Nou, holy fuck, echt waar. Ik sliep en op een gegeven moment zag ik dus voor mijn ogen een super grote spin kruipen. Dus ik werd wakker. Ik wist niet of dat het gedroomd was of dat ik het zag. De hele lamp aan was gewoon een mugje die op mijn behang zat. Maar ik ga dan echt dingen voor me zien, omdat ik dat dan al in mijn slaap doe. Ik weet niet, je hebt ook wel eens toch dat je slaapt, dat je dingen ziet, maar dat je niks kan of zo. Slaapapneus of zo. Slaapapneus, dat. Ja, nou ja, zoiets leek het wel, want ik zag het voor me kruipen, maar ik kon niks doen. En op een gegeven moment deed ik het lampje aan, maar het was weg. Er was een moment dat je lichaam nog, je lichaam verkeert in slaapstand en je hersenen zijn wakker. Dus je gaat heel raar dingen waarnemen. Weird. Ja. Een soort van gratis trip. Liever niet. Ik heb nog een heel bak sojabonen. Ja, dat is echt niet normaal om een bakje ervan krijgt. Maar dat was 5 euro of zo. Echt waar? 4,50 dus ik snap al die bak, maar erg veel. Ik zou de geruste helft kunnen doen. Ik ben benieuwd wie er van jullie gek is op sushi die ook sojabonen erbij bestelt. Want ik ben daar echt dus helemaal niet van. Ik moet dan winnen aan sushi. Daar staan ook zo'n bak bonen gaan lopen uit. Heb je geproefd? Ik hou niet van bonen. Ik hou ook niet van speciabonen eigenlijk. Maar nee, maar ze proeft anders. Wat is het dan? Ja. Nou, proef het maar. Probeer het. Moet je gewoon... Je eet de boom eruit. Oké, okay, wacht. Ik zag wel een hele ding. Ja, maar hoe doe je dat? Nou, kijk. Dan ga ik het gewoon op. Nee. Ik vind het ook gewoon een lekkere bezigheid. Het knaagt zo lekker weg. Gewoon een lekker knabbeltje. Geen verkeerde smaak of zo. Nee, gewoon lekker. Die van, volgens mij shabu shabu, die vind ik nog lekker. Ja? Maar ik vind iets zouter. Er zit serieus echt heel veel verschil tussen sojabonen. Ik denk iets zouter, dan moest ze op het hoesje wat meer zout. Op het hoesje? Op het jasje. Op het jasje, ja. Of het jasje van de boom. Damn. 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 Maak hem. Ik hou niet van maken. Daarom heb ik ze net heel snel allemaal achter elkaar opgegeten. Maar deze vind ik ook echt super lekker. Die ziet er ook wel lekker uit. Je favoriete pizza. Dat omschrijft je echt als mens, volgens mij, volgens mensen. Ja. Volgens anderen, dat zeg ik niet, maar anderen. Carpaccio en pizza.
Ja? Ja. Dat zijn echt mijn favoriete dingen die ik echt eet. Ik heb laatst een carpaccio pizza gegeten. Mm. Dat was lekker. En ik had eerst een carpaccio salade. Die was ook echt super lekker. Mm. Maar het liefst eet ik gewoon een quattro formaggi, vier soorten kaaspizza. Altijd. Nou, ik ben zo basic als het kan. Margarita. Ja, als ik echt wild wil doen, dan doe ik ook nog wel eens een quattro formaggi. Maar anders dan... Gewoon lekker simpel. Ik heb er één keer echt afgeweken. Dat was toen met brie en parmaham. Zo. Dat was kosmisch geweest, jongen. Dat was echt vullend. Brie ook echt. Ja, maar dat vult. Dat moet je echt heel onbeend. En ik heb nog niet eens expres niet veel gedronken bij jou. Want ik denk dat ik nog een snelle bol. En ik ken echt... Normaal kan ik eten, jongen. Echt. Nou, voor een heel weeshuis. Ik eet bijna een en ander de tafel op. En dan heb ik vanmiddag al niet gegeten. Ik heb expres geen lunch op. En ik zit nu al gewoon echt... Mok, 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 mok. Mok, mok, mok. Maar die klonk goed. Kan niet meer. Het is alleen altijd jammer, want dan weet je dus niet tot waar die gefilmd heeft. Ik dacht dat echt dat jij het meestal bestelt. Ik snap het. In mijn hoofd klopt er ook echt gewoon het een of andere niet. Volgens mij zo gezien. Ah joh, maakt er niet uit. Volgende keer, als jullie dat willen zien, doe ik een mukbang. Met pizza van hem. Ja, lekker. Of carpaccio, dat klinkt nog meer. Nou, ik zou dus te denken om een mukbang te doen met spijtjes. Onbeperkt. Van King of the Ribs in Amersfoort. Die vind ik heel erg lekker. Ik hou alleen van vlees waar geen vet aan zit. En waar geen... hoe zeg je dat? Er moet geen vet, er moet geen vlindertje, er moet gewoon niks. Helemaal niet. Nou, nee, dat zijn we vroeger altijd. Die sneden van de zijkant af en zei ze, hier paar, lekker stuk zeen. Kipvel. Genoeg. Geef wel het vleesje smaak. Nee, hou op. Vet. Hou op nu. Ja, mag het ook geen vetje, geen bordje. Dan kan ik niet gewoon rustig een hap nemen. Sorry. Ik kan niet meer. Toch kom ik altijd het liefst gewoon bij Lacco Benita. Wat is je favoriete kleur blush? Peach. Peach? Ja, ik heb nooit roze. Ik heb ze in mijn stash, maar ik draag eigenlijk... Luminoso zeker. Ja. Ik vind Luminoso heel erg mooi. Heel mooi. Van Milani. En mijn favoriete op dit moment. Dus ik heb altijd of Luminoso of Rose Glacier van Chanel. Favoriete vakantieland? Italië. Ja? 100%. Oké, okay. Ik zou wel terug willen naar Brazilië. Vond ik wel echt heel mooi. Ja, wat ik kan doen. Wie is je favoriete schrijver? Dat vind ik heel interessant. Kan je ook een boeken? Oh ja, van boeken? Nou. Ik had het Santa Montefiore. Oh, heel leuk. Daar ja. Heb ik echt een hele stash van opgebouwd. Ja? Ja. Ik heb een paar favoriete boeken. Ik heb niet één favoriete schrijver. Ja, ik heb twee boeken die ik echt heel interessant vind. En echt mijn stipt op nummer 1 boek, dat is Ons Brein van Dick Swaap. Ja. Komt ze weer met de rare dingen. Maar ja, het is, ja, dat gaat gewoon over de hersenen, over hoe de hersenen werken. Dus ja, dat is meer informatief dan een, ja, echt een leesboek. Maar ja, ik vind dat echt super interessant. En hij heeft nu ook een nieuw boek uitgebracht. En die heb ik laatst gekocht. En daar ben ik nu begonnen. Dus ik ben heel benieuwd naar. Het zit erop! Ja! En we hebben niet alles op. Nee. Maar we eten, ik neem het wel gewoon mee naar huis. Ja, ik zou het jij bent ook wel lekker vanavond ik een lekker snack. Een lekker knabbeltje voorbij de thee vanavond. Lekker! Maar ik zit echt... Nok. Ik heb ook echt lekker gegeten. Ja. Ik ben gewoon goed. Ik ben gestopt op het punt dat ik gewoon klaar was. Ik ben één te ver doorgegaan met die kiprol. Doe ik nooit. Mm. Nee. Is het dat vol? Maar ik moet zeggen, ik had op een gegeven moment alle lekkere dingen op. En toen had ik het wel, zoiets van, oké, het is wel goed. Het is wel zo. Het is goed. Maar het was in ieder geval weer hartstikke gezellig. Ik ga straks weer een uurtje naar huis rijden. Maar de volgende keer zie ik Roos gewoon weer terug. En dan komt ze of bij mij of ik kom hier nog een keer. Nou, gezellig. Het is echt een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op Rosanne kanaal. Ik zal hem even hieronder in het scherm zetten. Plus hier even een leuk fotootje van Rosanne kanaal. Boop, boop, boop. Ja, gewoon op de hoogte. En dan zie ik jullie de volgende keer weer terug. Dankjewel voor het kijken. Doei!